Wommels. En we gaan daar niet blijven, want we zijn onderweg voor ons werk. We moeten in Wommels aan het werk. En daar heb je op de Jachthaven heb je een camperplaats. Dus even kijken, wat staat er nou op de dag? NIO. Up at sea. Zoiets. En met zonnepaneel, zie je dat? Hebben ze de letters erop gezet. En Griekse I, O, P, P, E, R. Nou, ik moet het niet zo snel leeg. Maar dat is wel grappig. We hebben vandaag best wel redelijk weer. Het is nu 3 oktober. En ik zit gewoon in een t-shirt. Eerste klusje hebben we gehad. We gaan nu naar de tweede. Kijk, en dan komen we vanuit Eerste Maart heet? Nee, hoe heet dat hier? Oosterend. Oosterend, Eerste Rijn. Oosterend. Komen we dan Wommels binnen. Je kunt ook via die grotere weg. Dan zul je meestal binnenkomen, denk ik. En dan is het een beetje... Tenminste, toen wij hier de eerste keer waren, toen moesten we even zoeken. Maar dat was namelijk een klein steegje waar je in moest rijden. Kijk, en dat is het mooiste. Het is op loopafstand. Ik denk nog geen 5 minuutjes loop. Eerder 2 minuten. Dan ben je daar bij die supermarkt. De Jumbo. En als je dan, dat is een mooi herkenningspunt namelijk, want dus even kijken of we dat zo gelijk kunnen zien. Daar, voor mij daar in die hoek daar, hè? Met het witte huis. Rechts in de hoek. Daar rechts. Even zien, nou, dat ik, zet ik de auto eventjes hier neer. Ja, daar hè? Ja, daar bij die groene zonnewerking, daar moet je erin. En als je nou hier voor je kijkt, dan zie je dat Jachthaven camperplekken. Kijk, nu ga ik even een stukje lopen doen. Maar dat is met onze auto een beetje... Krap hier. Daar zit een bordje camperplaats rechtsaf. Zie je wat ik bedoel? Moet je hier langs? Zou allemaal wel kunnen hoor met onze auto, maar het staat wel een beetje wind hier. En ik heb vergeten een microfoontje mee te nemen. Kijk, mooi klein rustig jachtavondje. Het is ook mooi weer nu. Alleen daar heb je wel een weg. En die hoor je wel. Ik hoop ook op dat de wind daar nou vandaan komt. Nou, en op het moment staan er geen campers. Maar een caravan. Er zijn geen mensen bij. En volgens mij kun je hier met een stuk of 6 campers staan, als ze niet al te groot zijn allemaal. En hier heb je het toiletgebouwtje. Het is een gebouwtje, ik denk iets van 3 jaar oud. Op zich best netjes. Je kunt zoveel temperatuur instellen. En daar heb je een muntautomaat. 50 cent stond erop. 2 haakjes. En dan loop ik even naar het toilet. Zie? Nou ja. Een paar blaadjes binnen. En toen wij hier stonden, in 2015 was dat, kwamen hier wel telkens kinderen langs die naar dat zwembad gingen daar. Dan fietsen ze hier langs, door die poort. Op het moment is het zwembad dicht. Dus nu is het wel rustig. Op die weg naar dan, hè. Vlakbij het toiletgebouw heb je hier ook een plekje om je grijs water te leggen. Als je hierbij kunt komen, tenminste met de slang. En hier moet je ook je chemisch toilet leggen. Dat kan ook in deze put. En in de zomers kun je hier hartstikke mooi staan, echt. Dan moet je even een beetje doorheen zien dat het zwembad hier achter zit. Zit achter deze struiken. Maar s'avonds laat is het dan wel weer rustig. Nou, wel een mooi klein haventje. En je kunt een stukje rondlopen hier. En als je daar zo langs het water loopt. En dan kun je naar die kant. Daar heb je nog een bankje waar je even kunt zitten. Zie je dat? En net wat ik zei, als je je niet te veel stoort aan het geluid van die weg daar, is dit wel een mooi plekje.